allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een beetje een ander soort video, want vandaag ga ik het niet hebben over make-up, maar over 10 producten waar ik niet zonder kan. Dit zijn echt 10 random producten die ik echt gewoon moet hebben. Het heeft ook zeker niet allemaal te maken met make-up of beauty. Er zitten ook gewoon een aantal dingen bij die echt iets heel anders zijn. Maar dit zijn gewoon de 10 producten waarvan ik denk, deze moet ik gewoon altijd hebben. Deze gebruik ik gewoon altijd en ze zijn ook echt super handig. Dus ik wil deze producten aan jullie laten zien, want dan weet je waarom ik ze heb en waarom ik ze gebruik. En misschien zit er wel iets bij waarvan jij denkt, wauw, dit is echt super handig, dit wil ik ook hebben. Ik weet niet hoe vaak ik het woordje super kan gebruiken, maar er zal geen enkele video voorbij gaan op mijn kanaal waarin ik niet 100 keer het woordje super zeg of prachtig. Dat ook, super en prachtig. Dus ja, ik zag deze video voorbij komen bij James Charles. Maar echt al een heleboel mensen hebben zo'n video gemaakt. Behalve ik. Dus ik dacht, ik ga deze video ook maken. Want ik heb ook echt een aantal producten die ik jullie wil aanraden. Dus ben je nu al benieuwd en vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal allereerst beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit NYX lippotloodje op in de kleur brown. Dan heb ik deze matte liquid lipstick opgedaan van Makeup Revolution. Dit is in de kleur Darling. Is een matte nude kleur. En daar overheen heb ik deze mini MAC Lip Gloss aangebracht. Ik weet alleen niet welke kleur dit is. Er staat geen kleur op, maar het is gewoon een hele lichte nude kleur. Als je wilt weten wat ik heb gebruikt voor deze ooglook, voor deze mooie herfstlook, dat staat op mijn Instagram. En mijn gezichtsmake-up heb ik gemaakt in een video waarin ik make-up laat zien voor 24 uur. Het eerste product is echt iets heel clichés, iets heel obvious, wat wij denk ik echt letterlijk allemaal hebben. En dat is gewoon mijn iPhone. Ik kan niet zonder mijn iPhone. Oh mijn god, jongens. Ik ben in de loop der jaren echt wel eens mijn iPhone verloren. Hij is ook ooit één keer gestolen. En het is letterlijk dramatisch voor mij. Eigenlijk is het ook wel een beetje zielig dat we zo gehackt zijn aan onze phones. Het is eigenlijk een beetje, ja, eigenlijk iets wat niet zo zou moeten zijn. Maar toch is het zo. Voor mij is het extra belangrijk. Omdat het ook mijn werk is. Social media, internet, YouTube, Instagram, bla bla. Al die dingen. Dat behoort ook echt tot mijn werk. Dus wanneer ik mijn telefoon niet heb, kan ik ook gewoon heel veel dingen niet doen die ik moet doen. Ik moet gewoon dingen plaatsen online. En dat doe ik ook gewoon meestal via mijn telefoon. Dus wanneer ik deze niet heb, heb ik er ook echt last van in verband met mijn werk. Maar deze hechtenis die ik heb met mijn phone, heb ik echt al voordat ik überhaupt dit als mijn werk deed. Dus ik denk dat iedereen dat wel heeft, maar ik kan niet zonder mijn iPhone. En ik moet die gewoon hebben. Ik gebruik hem echt voor alles. Ik weet nog toen ik hem kwijt was, dat ik ineens begon te beseffen waarvoor ik hem allemaal gebruik. Bijvoorbeeld mijn wekker. Ik moest toen gewoon nog naar kantoor elke dag. Ik moest gewoon opstaan om 7 uur. En ik besefte mij, oh mijn god, ik heb gewoon geen wekker zonder mijn telefoon. Dat was zo raar. Dus ik gebruik hem voor mijn telefoon. Ik gebruik hem als spiegel. Ik gebruik hem gewoon voor mijn social media om te bellen. Ik gebruik hem echt voor bijna alles. Ik gebruik hem als ik gewoon random wil weten hoe laat het is. Ook al heb ik een horloge om, dan kijk ik alsnog op mijn phone. Ik gebruik hem echt voor werkelijk waar alles. En ik denk ook echt de meeste van ons. Dus stipt op nummer 1 waar ik niet zonder kan, is mijn telefoon. Op nummer 2 staat iets wat ook te maken heeft met mijn telefoon. En dat is deze telefoonhouder voor in de auto. Ik zet by the way van alles wat ik online heb gekocht, zoals deze, een linkje beneden in de beschrijving. Deze telefoonhouder, ik kan niet zonder. Ik heb hem zo vastgeplakt aan mijn raam, aan mijn linkerkant. En deze is zo fijn. Ik doe ook altijd navigeren met mijn telefoon. Ik heb gewoon een navigatie zitten in mijn auto, maar ik vind die echt absoluut niet fijn. Ik ben echt gewoon team Google Maps. Dus ik gebruik gewoon, ondanks dat, altijd gewoon mijn telefoon. En dan kan ik hem gewoon zo hierin plaatsen. Er is niks wat ik meer irritant vind dan als ik navigeer met mijn phone en mijn phone zo daar zo helemaal beneden ligt. En dat ik heel de tijd moet kijken, helemaal van waar moet ik heen. En dan ben ik ook heel de tijd afgeleid van de weg en dan kan er misschien een ongeluk gebeuren. Of ik neem een verkeerde afslag of ik neem gewoon geen afslag terwijl ik erin moest. Dus ik vind het super fijn dat ik gewoon mijn phone hierin kan plaatsen zo. Kijken, zo gaat hij er gewoon in. En dan kan ik gewoon continu zien naar waar ik navigeer. Ik gebruik hem ook alleen maar daarvoor. Ik gebruik hem ook af en toe als ik aan het videobellen ben, dan zet ik hem erin. En dan kan ik gewoon met die persoon een video bellen zonder dat ik heel de tijd mijn phone vast heb en zo. En ook gewoon iets leuks voor al onze meiden. Je kunt er ook echt prachtige foto's mee maken. Altijd wanneer ik hem zo plaats en mijn camera aanzet,
gezet. Ik weet niet wat het is, maar dan ben ik ineens super knap. Gewoon precies hoe die daar zo staat. Die verhoudingen of zo en de licht en ik weet niet wat het is. Maar ik maak echt prachtige foto's op die manier. Dus dat is ook iets extra leuks. En ja, ik vind hem gewoon super handig. Wat je ook kan doen is af en toe als ik aan het wachten ben op iemand of wat dan ook. Dan draai ik hem gewoon zo om en dan zit hij zo. En dan kan ik gewoon zo een video kijken. Dus dat is ook leuk. Dus ik gebruik deze echt super vaak. Ik kan niet zonder. En ik raad hem jullie allemaal aan. Tenminste de mensen met de auto. Op 3 staat iets waar ik al een keer over heb verteld in een video. Volgens mij een aantal jaar terug of zo. Ik weet niet meer precies. Maar ik weet wel dat ik er ooit over heb verteld. En dat is deze Odurex Extra Dry Oxal Spray. Ik kan niet zonder. Hij is nou ook weer bijna op. Maar ik heb een backup in mijn la. Deze is zo fijn. Ik gebruik geen normale deo meer. Ik gebruik alleen maar deze. Deze breng ik elke ochtend aan. Eigenlijk moet je hem aanbrengen voordat je gaat slapen. En dan 1 keer per 2 of 3 dagen. Maar ik doe het gewoon alsof het gewoon een normale deo is. Deze breng ik gewoon elke ochtend aan nadat ik heb gedoucht. En mensen, je zweet niet meer. Of in ieder geval, die vieze zweetgeur komt niet meer. Ik ben sowieso een persoon die niet heel veel zweet. Qua echt gewoon dat het echt zo nattig en waterig wordt. Dat heb ik niet. Maar ik had wel de okselgeur. Dus die vieze zweetgeur. En ik vind dat zo vies. Dan denken mensen gelijk, oh mijn god, wie stinkt hier zo? En ik vind het zo verscheurd als ik zou stinken. Dus ik gebruik altijd deze. En hierdoor is die geur compleet weg. Die geur komt gewoon niet. Deze is zo geweldig. Hij is gewoon te koop bij de Kruidvat. Hij is iets van 7 euro of zo. Ik heb de spray, maar je hebt hem ook als een roller en een crème en dat soort dingen. Je hebt hem in verschillende varianten. Maar ik vind de spray het fijnste, want dan kan ik het gewoon zo snel aanbrengen. Ook vind ik een crème en een roller altijd niet zo fijn. Niet zo hygiënisch, want dan moet je helemaal zo je oksel aanraken en zo. Ik weet niet. I'm weird about that. Ik vind dat gewoon niet fijn. Ik vind de spray fijn. Ik gebruik geen normale deo's meer. Ik vond ook altijd dat hij niet goed genoeg werkte. En zo. Je moet die dan ook weer meerdere keren per dag aanbrengen. En zo weet ik het. Ik vond het gewoon niet fijn genoeg. Dus mensen, met dat probleem, koop deze. Hij is echt super. Het volgende heeft ook te maken met mijn phone. Helaas is dit een aantal dagen geleden kapot gegaan. Ik dacht, het, oh my god, nooit gaat dit kapot. Nooit. Maar nu ik deze video ga maken, gaat het kapot. En dat is mijn spiegel telefoonhoesje. Ik heb die dus nu niet om, want ja, hij is dus kapot gegaan. Dus ik heb eventjes een andere omgedaan. En ik heb hem weer opnieuw besteld. Maar ik bestel die altijd bij de AliExpress. Dus ik moet zeker weer 2 tot 3 weken wachten erop. Maar dat telefoonhoesje is zo fijn. Ik vind het nou ook echt super vervelend dat ik hem niet heb. Want door de dag heen kijk ik er echt continu in. Als ik heb gegeten of iets met mijn make-up. Ik pak dan gewoon mijn phone en ik kan dan gewoon zo alles gelijk checken. Het is ook echt een super super goede spiegel. Je kunt er echt alles goed zien. En het belangrijkste, hij is ook super goedkoop. Gewoon van de AliExpress. Je hebt hem in verschillende kleuren. Ik heb hem altijd in het roze, want dat vind ik mooi. Super handig en het scheelt ook plek in je tas. Want je hoeft niet helemaal nog een aparte spiegel mee te nemen. Dus ik vind het super fijn. Ik betrap mij er ook nu op dat ik af en toe zo mijn phone pak om zo te kijken. En dan kan dat niet, want ik heb nou een ander hoesje. Dit hoesje is by the way ook heel leuk, zo met mijn naam. But I prefer die andere. Ik vind die andere met die spiegel zo praktisch, zo fijn. En ja, ik hou ervan. Ik vind het echt geweldig. Dus dat hoesje raad ik iedereen aan. Ook van het hoesje zet ik beneden de link in de beschrijving. Het volgende is shapewear. Ik kan niet zonder mijn shapewear. Deze draag ik altijd. Ik heb er 2. Ik wissel altijd 2 af. Ik zal ze even laten zien. Je hebt heel veel verschillende soorten shapewear. Je moet gewoon even bekijken wat het beste matcht met jouw lichaam en wat de issues zijn die jij persoonlijk hebt. Maar voor mij, deze 2 werken het beste. Die ik het vaakst gebruik, is dit broekje. Ik weet alleen helaas niet meer waar ik hem heb gekocht. Want ik heb hem echt al super lang en er staat verder ook niks op. Maar zulke broekjes heb je echt overal. Hij is gewoon zo kort. En deze gaat helemaal hoog tot aan de BH-band. En dan doe ik zo mijn BH erop. Die band doe ik zo op het broekje en dan zakt hij niet af. Want ik heb wel af en toe het probleem dat hij afzakt. En dat vind ik niet fijn. Hij moet wel echt hoog blijven zitten. Vooral voor de rugvetjes. Iedereen die van die BH-vetjes heeft. Deze breng je er gewoon zo hoog op aan. Doe je BH op die broek en hij zakt niet meer af. Ik vind die broekjes dus niet fijn die niet zo hoog gaan. Die zo stoppen aan het midden van je waist. En dan zitten ze zo onder die BH-vetjes. En dan maken ze die vet nog extra. Oh, mijn wekker gaat. Er is een video online. Dus ik wil altijd per se dat hij echt mijn hele rug bedekt. Want dan is mijn hele rug zo smooth. Vooral toen ik nog iets voller was, had ik die vetjes echt heel veel. Nu minder, maar vooral toen.
Dus deze vind ik heel fijn. Ik vind het ook fijn dat die kort is. Want je hebt er ook een aantal die tot de knie gaan. Maar wanneer ik een rok draag en zo, dan wil ik niet dat mijn hele broekje eronder te zien is. Dus dan vind ik het fijn dat die zo kort is. Ook hier bij de achterkant. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien. Maar kijk, hij gaat zo rond bij de billen. Kijk, zie je ook hier zo die streep? Hij gaat zo rond bij de billen, waardoor het echt een buttlift geeft. En je kont zo mooi rond en omhoog wordt gelift. Dat vind ik mooi. Deze maakt je niet per se heel veel slanker. Dus voor de meiden die echt op zoek zijn naar shapewear, die echt helemaal snatched en helemaal slanker maakt, daar kom ik zo bij. Maar dat doet deze niet. Deze maakt wel alles heel mooi smooth en helemaal zo dat je niet allemaal zo van die rare vetjes hebt. Hij maakt het gewoon smooth. Hij maakt je niet per se slanker. Deze gebruik ik het vaakste, want ik hoef niet per se echt helemaal dun te zijn, maar ik wil wel gewoon smooth zijn, dat alles smooth zit. Plus, ook vooral in de zomer, voor alle meiden met wat vollere bovenbenen, die hebben allemaal het probleem dat je benen zo gaan scheuren naast elkaar als je een rokje of zo draagt. En doordat ik dan dit broekje eronder aan heb, raken mijn benen elkaar niet aan met de huid. Echt huid op huid contact. Dat het zo gaat scheuren, dat is dan ook niet. Dus dat vind ik ook heel erg fijn hieraan. Ik kan niet zonder deze broekjes. Het volgende is voor de meiden die echt snatched willen zijn. Deze heb ik van de AliExpress. Ik heb hem in maat M. Toen ik nog wat voller was, bestelde ik hem in maat L. Ik zet de link beneden in de beschrijving. En dat is echt dit hele pak. Dit heeft ook een broekje en die kan zo hier dicht. En dit maakt je waist echt oprecht smaller. Dus als je dat wilt, is deze ideaal. Ook is hij helemaal hoog. Dus het maakt heel je rug smooth. Ook heeft dit dat lifting effect bij de billen. En hier onderin heb je een gaatje. Dus als je dan nog naar de toilet moet, hoef je niet dit hele pak uit te doen. Let wel op dat je je ondergoed op het pak aandoet en niet onder het pak. Want als je je ondergoed onder dit pak aandoet, dan heeft het gat geen nut. En dan als je moet plassen, moet je alsnog alles uitdoen. Been there, done that. Dus doe je ondergoed aan op het pak. Deze is echt super fijn. Deze gebruik ik echter wel minder. Ook vooral omdat dit is een beetje hard. Dit zo. En je hebt zo'n rits. By the way, de rits moet dan zo dicht. Kijk, zo heb je hem dan aan. En met bepaalde kleding kun je dus dit gewoon er doorheen zien. En dat wil echt niemand. Dus draag dit alleen als je iets draagt met iets dikkere stof. Bijvoorbeeld dit, wat ik nou aan heb. Dit beetje stretchy stof. Dit kan al niet met dit eronder, want dan kun je het zien. Dus je moet echt katoen aandoen. En dan is hij gewoon echt ideaal. Ik vind deze super fijn. Het maakt je lichaam heel erg mooi. En I love it. Het maakt echt snatched. Enige wat ik wel minder vind, is er is maar één stand. Dus het is gewoon één keer dicht en klaar. Je kunt hem niet strakker maken. Dus als je afvalt, zoals ik heb gedaan bijvoorbeeld, dan moet je echt gewoon een kleinere maat pakken. Ik heb nou maat M. Maar ik denk dat ik maat S ook wel zou passen op dit moment. Dus ja, deze heb je ook in een nude kleur. Dus deze vind ik ook echt super, super fijn. Dus deze twee, ik kan niet zonder. Het volgende waar ik ook echt niet zonder kan, en dat is deze make-up removing pad. Die ik gebruik is van de Boozy Shop, maar je hebt deze echt overal in heel veel verschillende varianten. Deze vind ik fijn. Dit is ook de tweede die ik heb gekocht bij hun. Ik vind deze zo fijn om je make-up ermee af te halen. In principe is dit een make-up pad die je alleen maar nat hoeft te maken en je make-up eraf kan halen. Meer hoef je niet te doen. Ook handig voor als je op vakantie bent en je niet helemaal je make-up routine wilt doen om alles eraf te halen en je gewoon even snel alles eraf wilt halen. Je hoeft alleen maar water te hebben en het haalt je make-up eraf. Echter, ik draag altijd heel veel make-up zoals je kunt zien. En ik vind het altijd heel belangrijk dat mijn gezicht echt super schoon is. Dus ik breng wel altijd een make-up removing product aan, wat het ook is. Wanneer ik die helemaal aan heb gebracht, was ik ze niet af met water, maar met dit ding. Ik maak het nat en ik haal gewoon zo al mijn make-up eraf. En omdat ik dus dit ding gebruik, haal ik mijn make-up er nog beter af. Als ik het gewoon doe met water en mijn handen, dan haal ik eigenlijk gewoon de make-up removing product eraf. Maar het doet verder niks extra's. Dit doet ook nog iets extra's. Dit haalt er ook nog alles goed eraf. Dus ik haal alles er helemaal af. Ik maak hem weer een beetje schoon onder water. En dan haal ik weer alles eraf. En dan is mijn gezicht ook echt schoon. Dus ik vind dit ding zo erg fijn. Hij wordt ook gewoon goed schoon. Ik maak hem altijd gewoon een beetje schoon met handzeep. En dan doe ik het gewoon onder water. En dan is hij weer schoon. Als hij echt te vies is, dan kan hij ook gewoon in de wasmachine. En dan is hij ook weer helemaal schoon. Ik vind deze super fijn. Hij gaat ook lang mee. In principe kun je aanhouden. Als de naam van het etiket eraf is, dan is het tijd om een nieuwe te kopen. Dus op die manier hoef je niet helemaal precies bij te houden hoe vaak je hem nou hebt gebruikt. Dit ding is ook te koop bij de AliExpress. Ik heb hem ook daar wel eens besteld. Alleen die vond ik niet zo goed. Dus je kunt er niet zomaar van uitgaan dat ze allemaal de same zijn. Er zit echt verschil in de verschillende soort pads. Die van de AliExpress deed gewoon niet wat hij moest doen. En deze wel. Het volgende is iets heel anders. En dat is deze externe harde schijf. Ik denk dat iedereen wel weet wat het is. Elke computer, elke laptop heeft een harde schijf. Elke computer kan een aantal GB aan.
Bijvoorbeeld, ik heb een laptop. Ik heb de MacBook Air. MacBook Air heeft niet heel veel geheugen. Niet heel veel opslag. Die harde schijf erin is best wel klein. Ik heb iets van 120 GB of zo. Iets daar zo. Dat is niet zoveel. Dus ik kan niet zonder mijn harde schijf. Ook als je computer helemaal vol staat, als de harde schijf helemaal vol is, dan gaat hij super traag doen. Dus ik raad iedereen zo'n harde schijf aan. Ook omdat ik dus video's maak. Als ik al 2 video's zet op mijn computer, dan is hij gelijk vol en dan handelt hij niks meer. Dus ik moest sowieso een externe harde schijf hebben, omdat ik dus YouTube video's maak. Maar ik raad het gewoon sowieso iedereen aan. Mijn laptop is ook gewoon helemaal leeg. Ik gebruik misschien nou 40 GB of zo. Hij is echt super super leeg en daardoor gaat hij ook langer mee, werkt hij ook sneller en het is gewoon goed voor de computer als hij gewoon niet helemaal zo vol is. Dus daarom raad ik iedereen een externe harde schijf aan. Hij is een beetje prijzig, alleen er kan heel veel op. Die ik heb is 2 TB, dus dat is 2000 gigabyte. Dat is superveel. Deze is gewoon te koop bij elke elektronica winkel. Ik heb die van Seagate. Wel iets wat ik wel echt vervelend vind, is hij is super fragiel. Ik heb er ook ooit eentje echt hard laten vallen en toen was hij ook gelijk kapot. Was ik dus gelijk alles kwijt wat hierop stond. Was echt heel erg vervelend. En deze draad is ook echt super fragiel. Ik stop hem dan in mijn computer, maar af en toe valt hij er ook gewoon random uit en zo. En dat ligt niet alleen aan mij, want bijvoorbeeld mijn zus had dat probleem ook. Dus daar moet je wel echt mee opletten. Ga niet allemaal druk doen met je computer als dit erin zit. Leg het gewoon rustig op een platte oppervlakte neer. En dan is er in principe niks aan de hand, want ja, hij is super fragiel en het is gewoon zonde als die kapot gaat. Het volgende zijn echt een heleboel producten en dat zijn al deze Glowy producten. Dit zijn Liquid Glow Highlighters voor de benen. Je kunt ze gebruiken voor je hele lichaam, ook voor je gezicht. Ik gebruik ze altijd voor mijn benen. Wanneer ik een rok draag of een jurk waarin je mijn benen ziet, ook al zie je alleen maar de onderkant van mijn benen, ik kan niet meer zonder zo'n glow. Die ik het vaakst gebruik is deze van Huda Beauty, de Nymph. Ik heb hem in de kleur Aphrodite. Deze is prijzig, maar deze is super fijn. Hij is wel super heftig. Het is echt een heftige glow, dus ik mix hem altijd met mijn body lotion. En dan breng ik deze aan over mijn hele lichaam. Ook omdat hij een beetje bronzy is, maakt hij mijn benen bruiner dan dat ze echt zijn. En het geeft echt een fantastische glow over mijn benen. Ik kan niet meer zonder. Nou, als ik een rok draag of zo en ik sla gewoon mezelf op mijn tand met het ding. Nou, wanneer ik een rok draag en dit niet aanbreng, vind ik mijn benen zo lelijk. Zo mat en helemaal niet zo mooi shiny. Dus deze vind ik echt geweldig. Hij is wel prijzig, dus ik heb ook nog een aantal andere producten, varianten. Ik heb hier van Urban Decay de Moon Dust. Dit is voor de mensen die echt een hele lichte glans willen. Als je het gewoon heel subtiel wilt hebben. Dit zijn echt twee uitersten. Deze is super heftig. Deze is super subtiel. Ik heb hem in de kleur Barely Baked. Dit is de Moon Dust Glitter Liquid. Deze is ook wel prijzig. Maar ideaal voor mensen die gewoon een hele subtiele glow willen. Ook heel erg mooi. Dan heb ik hier de Revolution Glow. De Molten Body Glow. Dit is echt een dupe van deze. Van de Huda Beauty. Dit is de meer betaalbare variant. Deze doet ook echt precies wat die van Huda Beauty doet. Maakt je benen ook echt extra bronzy en extra glanzend. Het enige verschil is dat die van Huda Beauty beter en langer blijft zitten. Deze blijft echt 2 dagen lang op je benen zitten als je het er niet afwast. En deze gaat er wel af richting het einde van de dag. Maar in principe is hij ook echt prima. En dan heb ik hier voor de mensen die houden van een olie van Soul Beauty. De Shimmering Dry Oil. Deze is alleen hier niet te koop. Dit valt onder Colourpop. Soul Beauty is dus een soort van dochtermerk van hun. En deze body oil is ook echt geweldig. Deze laat je benen ook echt heel mooi glanzen. Vooral omdat het een olie is. Het geeft het echt zo die wet look. Dat nattige effect. Dat vind ik ook altijd heel erg mooi. Deze is alleen een beetje glitterig. Dat is het verschil. Dit is echt meer een metallic-achtige glans. En dit is meer glitterig. Het hangt er een beetje van af voor welke vibe ik wil gaan. Deze gebruik ik vaak niet voor mijn benen. Dan gebruik ik deze. Deze gebruik ik vaak voor hier. Voor mijn borst. Als je zo mijn huid hier kunt zien, breng ik deze zo hier aan. Want dan heb ik hier zo een hele mooie glitterige glow. En dat vind ik altijd heel erg fijn. Dus daar gebruik ik deze voor. Dan ga ik verder met iets wat ik nou ook op heb. Wat ik elke dag draag als ik me opmaak. Waar ik niet zonder kan. En dat zijn mijn nepwimpers. Ik kan niet zonder nepwimpers. Ik kan mij niet opmaken zonder nepwimpers. Ik heb echt de meest crappy, slechte wimpers die er bestaan. Mijn natuurlijke wimpers zijn super, super kort. Helemaal niet vol. En dat is ook altijd zo geweest. Het is niet dat ik ze kapot heb gemaakt of wat dan ook. Ik heb gewoon altijd super slechte wimpers gehad. Ene persoon is gewoon geblest met hele mooie lange wimpers. En de andere persoon ben ik. Ik kan niet zonder mijn wimpers. En dan specifiek zonder mijn Primark Babydoll wimpers.
wimpers. Deze wimpers van de Primark. Echt, ik weet niet wat ze ermee doen. Deze zijn echt geweldig. Ik heb er ook echt super veel. Ik heb ze ook nu op. Die ik nou op heb zijn deze in de stijl 747. Deze vind ik mooi omdat ze zo heftig naar buiten gaan. Een beetje zo'n cat look. Cat eye look. Dan heb ik ook nog deze in de stijl 730. Deze zijn meer vol in het midden en geven zo'n open effect dat mijn ogen mooi open worden. En deze zijn super lang. En voor een natuurlijk effect, als ik ga voor natuurlijk, dan pak ik deze in de stijl 709. Deze kunnen nog wel heftig zijn voor veel mensen. Maar ik heb best wel veel ooglid, best wel veel oppervlakte hier. Dus alles wordt bij mij heel snel meer naturel. Dus deze zijn voor mij heel mooi naturel. En deze draag ik echt bijna altijd als ik gewoon iets leuks ga doen en gewoon een natural lookje heb. Dus nepwimpers, I cannot live without it. En dan vooral deze van de Primark. En dan als laatste mijn nummer 10 product. En dat is mijn Masha planner. Ik heb hier de Masha planner. Maar het gaat mij vooral gewoon om de planner. Het maakt niet uit welke planner. Ik moet een planner hebben. Ik kan niet zonder de planner. Ik vind deze Masha planner van Masha heel erg fijn. Dus deze raad ik ook echt gewoon aan. Deze gebruik ik echt al sinds het begin van mijn YouTube kanaal. Deze is echt geweldig. Hij is ook vooral gericht op mijn werk. Dus op mijn video's. Omdat ik ook zoveel video's maak. En Instagram en zo kan ik niet alles in mijn hoofd hebben. Dus ik schrijf hierin op wanneer welke video ik ga maken. Wanneer het online komt. Ik heb ook een hele video gemaakt waarin ik uitleg hoe ik plan, staat op mijn kanaal. Ik zal het even kort laten zien. Dit is bijvoorbeeld deze week. Vandaag is dus maandag. Vandaag moet ik 3 video's maken. Ik ben nou mijn laatste video aan het maken. Morgen moet ik ook weer 3 video's maken. Die dag erop moet ik ook een video maken. Die dag erop moet ik iets plaatsen op Instagram. En dan moet ik iets maken voor Instagram. Allebei die dagen. En hierin staat dan wanneer welke video online komt. Want dan weet ik ook, oké, morgen komt deze video online en dat soort dingen. En hier in het begin heb je ook een heel leuk boekje. Hier is een notitieboekje. Deze gebruik ik voor al mijn video ideeën. Als ik gewoon in bed lig random en ik heb een leuk video idee, schrijf ik het hierin op zodat ik het niet vergeet. En dan als ik de video heb gemaakt, dan zet ik er zo'n lijn doorheen. En je hebt ook heel veel stickers. Kijk, hier heb je de maanden. En dan heb je hier gewoon to go, to travel. Al is het nu corona, dus er wordt niet heel veel getraveld. Hij is ook bijna niet gebruikt. Eentje heb ik ook helemaal opgemaakt. Welke is dat? Dat is to go. To go heb ik al helemaal opgemaakt. Birthday heb je ook. En je hebt gewoon heel veel verschillende stickers. En ik vind het gewoon super, super fijn om te gebruiken. Dus ik kan niet zonder mijn planner. Ik gebruik geen agenda. Ik vind de planner fijner dan een agenda. Omdat je hier gewoon veel meer mee kunt. Dus hier kan ik echt niet zonder. Ik ben ook echt een best wel georganiseerd persoon. Ik vind het heel leuk om te organiseren. En dat soort dingen. Om alles netjes te hebben. En op schema te hebben. Dus voor mensen zoals mij, planners, maken jullie echt blij. Ik word hier gewoon echt blij van. Nou mensen, dat was het dan. Dit waren de 10 producten waar ik persoonlijk echt niet zonder kan. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Laat ook mekaar weten beneden en mij beneden in de reacties welke producten jullie niet zonder kunnen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat nou dingen zijn waarvan jullie denken, Sarah, dit moet je hebben. Ik kan echt niet zonder. Want ja, misschien is het ook handig voor mij en ook gewoon voor mekaar. Dan kunnen we allemaal mekaar helpen. Maar dit zijn dus al met al 10 producten waar ik niet zonder kan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan kijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!